Twee exact dezelfde klokken, dat zie je niet zo vaak. Maar als ik het goed begrepen heb, eentje is te koop en de ander niet. Hoe kan dat? Eén is van mij en de andere is heel eventjes te zien op TFAF en hoort tot de Frick Museum in New York. Welke? De voorste is van de Frick en de achterste is van mij. Die is wel te koop. En die is wel te koop. Het was ook een hele belangrijke voorwaarde dat er een label aan moest hangen dat die absoluut niet te koop is. En hoezo is wel de link met jullie ontstaan dat hij hier mag staan en staan te blinken? De reden dat hij hier is, is omdat we hem hebben mogen restaureren. En wij als Menting en Roest zijn leidinggevend in de, als het gaat om renaissance klokken en de restauratie daarvan. Ja, En wie is de maker en uit welke tijd komen deze klokken? Het is gemaakt door een Christoph Müller. En deze maker werkte in Augsburg en heeft deze klokken gemaakt rond 1600. Het bijzondere aan deze twee leeuwen is dat het een uurwerk, een klok is en tevens een slagwerk heeft. Maar het meest bijzondere is dat de ogen en de bek in actie komen als het slagwerk geactiveerd is. En de ogen bewegen ook als de klok loopt. Dat is wel heel apart. Dat is toch een fenomeen wat niet zo vaak voorkomt? Dat is een fenomeen wat inderdaad zeldzaam is. En we noemen dit ook renaissance automaten. En dat automaat betekent dat er automatisch dingen bewegen. En daar is hier, dit zijn twee prachtige exemplaren. En nou stel dat ik toch die achterste wil kopen, en welke orde van grootte moet ik dan denken, ongeveer, pakweg? U moet voor de achterste klok, die wel te koop is, moet u rond de €200.000 meenemen. Maar dan weet ik wel hoe laat dat het is. U weet hoe laat het is en de leeuw zal dat ook bekrachtigen.